Wat tof dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Melvin. Mijn naam is Jeffrey. En vandaag gaan we leeftijden raden van YouTubers. Eigenlijk een beetje hetzelfde systeem als we vorige week hebben gehanteerd. Betrekking tot boodschappen doen. Ja. Maar dan met YouTubers. Die kan je dus niet kopen. Nee. Nou ja, je kan ze soms, sommige kan je wel in, ja, sommige kun je wel 1 uur hebben te kopen. Ja, maar dat is een iets andere manier dan ik. Het systeem blijft wel hetzelfde. Dus dan houdt in het verschil van de YouTubers, die noteren we. En degene met het hoogste verschil, die heeft dan niet gewonnen. Koen Meiland, is dat, dat is een Nederlander. Dat is een Nederlander. Doe ook even mee, hè. Dus als je denkt, oh, ik weet zijn leeftijd, zet het in de reacties. Ga niet Wikipedia, ga niet googlen. Nee, dat mag niet. Spelen, dat mag. Een baardje en een snorretje heeft, dat zegt niks tegenwoordig. Maar daardoor kan je er wel ouder uit laten zien. Hè? Ja, ik moet toch een keer een keuze maken. Ik denk 30. Ik heb misschien Koen Meiland wel zelfs in met contacten. Oh, nee, dat is een kapje. Hoe oud ben jij? Oh, ik dacht echt eerst 28. Ook nog wel uitrekenen, dat is 3 verschillen. Ja. 3, dank u wel. Een paar weken niet op school zitten, dat gaat nog goed af. Schortel, het is een jongleur. Ja, het is in ieder geval een jongleur. Jos Harden. Ja, Jos. Ja, dit is een Engelsman of een Duitser of weet ik veel wat. Jos Hoogtop. Ik spreek het gewoon heel Nederlands uit. Jos Harden. Hij gaat de Hoogtop. Hij kan niet zoveel content maken dan met zijn jongleur. Of doet andere man, dingen. Hij kan zoveel content maken met jongleur. En bizar. Hij staat wel een beetje voor een blauw scherm. Ja. Nou, dat wilde niks meer zeggen, maar ik wilde gewoon even toelichten. Het ziet er uit van, eigenlijk. Maar, hoewel, dit is altijd wel lastig. Want die jongleurs zijn allemaal wel vrij jong. Ja, ze moeten het ook jong gedaan hebben. Ja, je hebt jong geleerd, hè. Oh, toch een keer komen. Ik zeg ook 30. Om 30? Ja. Je zegt eens dat hij jong is en dan zeg ik een keer 30. Ja, maar 30 is vrij jong. Of wil je zeggen dat wel 30 zijn, dat je dan al bejaagd bent? De 30. Want dan hoeven we nog 20 jaar niet bij de 50-plus partij. Okay. Ja, verschil is, ik haal er 3 af, dan kom ik op 27. Dus mocht het dan toch 3 verschil zijn, ik op 6. Ga dat maar eens nalezen op teletekstpagina 888. Ik zeg dus 27. Dus ik toets mijn antwoord in. 27. Als een dumper zijn. Ja, dat weet je wel. Oh! Ik moet dat ik eentje dat ik gezakt ben naar leeftijd. Nee. Maar het is geen ramp. Daar zit even kijken naar die bedragen. Wat is dit voor een YouTuber? Is hij met ballen? Iets, ik bedoel basketballen. $ en mooi vrouw. En waarom? Ja, op de achtergrond staat inderdaad een hele leuke. Ja, nee. Doet er niet toe. Nee. Buitenland, geld, money. Rijk is maar dat heeft totaal, ja, die wilde ik dus expres vermijden. Oh, okay. Daarom keek ik zo lang in die foto. Ik denk, Jenna, Bendy. Ik stopte maar mee. Eigenlijk ook wel een beetje een truitje die een beetje te langer de was gezeten, denk ik. Een beetje de ene vallen, maar geef niet. Iets korter wassen of iets minder hoog qua temperatuur, want dat wordt echt een beetje raar gezicht zo. Oh, het ging over de leeftijd. Zeg niet dat ze 50 is, want dan kan ik je niet van zeggen dat... Nee, zij is geen 50, hooguit 60. Afstand doet wonderen. Ja. Ik vind zelf, maar ik hoop dat ik dan niemand beledig, maar... Vrouwen zien er altijd ouder uit dan dat ze zijn. 24. 27, ja. Ik wilde afnormaal misschien naar 26 gaan, maar ik... Acht! Jongen, zo moeilijk, zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat was een expres voor de jonge kijkers, educatief. En dat zijn 2 appels. Je hebt dus 1 appel en 2 appels. Dames en heren, ik heb 8 verschil. Ik denk dat dat veel is. Oké, Jelle van Vught. Ik denk dat hij 22 is. Woe! Hoeveel was hij? 24. Ja, moet ik er wel bij zeggen, hij is net leeftijd is ouder geworden. Hij is nu 28. Nee, wat grapje. Het moet zijn dat we af en toe een leeftijd de verschil in hebben. Want kan, hè? Iemand kan jarig zijn geworden. Hè? Dus ze gaan ons niet aanklagen feestje. Van, oh, hij is niet 24, hij is al 25. Dat kan. Ja, maar hij was gisteren jarig. Ja, want als deze video online staat, dan ben ik volgens mij intussen ook al 29. Dus. Oké, meneer. Die weet ik eigenlijk volgens mij. Ja, dat dacht ik al. Ja. Daarom heb ik hem erin genomen en ik denk, ja, dan moet je het ook wel exact weten. Maar... Ja, dan moet je het eigenlijk exact weten.
Ik kijk hem alleen als hij meedoet aan een andere video. Dagelijks HD kijk ik altijd heel vaak. Oh, ja. Dat is ook game niet open. Ja. Ik zou 26 of 27. Ah, wel jong dan. Dat is mijn 27. 27 in toetsen? Ja. Oké, okay, we hebben ingevuld 27. 30 al. Zo. Oud hè? Want ik bedoel jongen. Maar het is wel leuk om te weten. Je staat nu gelijk. Dus als jij nu verschil hebt van 3, dan hebben we gelijke stand. Dan hadden we deze video niet meer niks kunnen, dan hadden we net zo goed kunnen skippen. Nee, hadden we dit niks kunnen. Maar dat is niet waar, want het is ook leuk voor jullie. En als je meer dan 3 verschil hebt, dan heb ik gewonnen. Eindelijk. Je speelt vaak mee met Dylan Lagens. Ja, je zie je vaak vandaag dan. Ik ben benieuwd of jullie het weten. Ik denk 24. Ik ga gewoon gelijk zien. 24, ik toets dus antwoord in. 24. Hij mag dus 27 zijn voor een gelijke stand. Is hij 28, dan heb je hem niet gewonnen. Maar hij kan natuurlijk ook jonger zijn. 21 zijn, dan zou het ook nog mogen. 27. 27. Dat betekent een verschil van 3. Hij gewonnen! Yay! Dit was het weer. Laat even in de reacties weten wat jij ervan vond. En abonneer ook zeker op dit kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. Abonneren, belletje aanzetten, liken en kijk op Instagram en taggen ons. En veel te veel nou zijn ze de helft van de dag. Maar als je nou eerst een belletje aanzet, dan doe je ook gelijk abonneren. Dat is handiger. Maar als je al een belletje klikt, dan doe je gelijk automatisch abonneren. Wacht even, niet wegklikken. Ja, je mag ondertussen wel even zelf uittesten. Test het zelf maar uit. Volgens mij, als je een belletje aanklikt, dan ben je gelijk geabonneerd. Ja. Echt, mensen zitten nu naar aan te kijken. Ik zie het zelfs vanaf de 1,5 meter afstand. Dus het belletje komt pas tevoorschijn als je geabonneerd bent. Ja. Dat vind ik flauw. Wanneer? Dat is het belangrijkste. En dan kijk je pas een belletje. Het belangrijkste is dat je abonneert. Dank voor het kijken. Tot volgende keer. Doeg. Doei.